De Zuid-Afrikaanse Semenya in het groen. Vertrokken vanuit baan 3. Wie pakt zo dadelijk de leiding? Bij het uitkomen van de bocht. Semenya kijkt. Ze wordt als het ware op kop gedrongen. En Yon Sabo zit daar weer dicht achter. Arsa Masufa dan. Positie 3. Bishop, Sharp, Van Wee, Grace, Joswijk. Caster Semenya. Met Nyon Sabo, atleet uit Burundi. En nu naast. Van Wee aan de buitenkant. Voor Kenia. Doorkomsttijd na 400 meter. 57-59. Snelle doorkomst. Semenya laat het nu over aan Nyon Sabo. Arsa Masufa zit er goed bij op positie 3. Van Wee probeert naar voren te komen, maar daar is de versnelling van Bishop binnendoor. En zo gaat de Canadese naar positie 3. Caster Semenya blijft tweede. En versneld doorgaans op die laatste 100 meter. Nu dan 150 meter van tevoren al. Semenya gaat er overheen. En die andere zit een stuk. En zo loopt Caster Semenya weg van de concurrentie. Precies zoals het hele seizoen doet. In haar 11e wedstrijd. 11 keer winnen. 11 keer op dezelfde manier. 11 keer met groot vertoon van macht. En nu is er dan eindelijk die Olympische gouden medaille. Zoals verwacht. Na 1:55.29. Ja. Ietsje sneller nog dan haar geweldige tijd. Ja, ze maakt dat spierballengebaar. Zelfs nog een tikje sneller dus dan de 1:55.33 van dit seizoen in Monaco. Alsof het allemaal geen enkele moeite kost. Francine Nyon Sabo pakt het zilver met 1:56.49. Dat is natuurlijk ook een razendsnelle tijd. Maar ze geeft dan meer dan een seconde toe. En Margaret Wambui pakt het brons voor Melissa Bishop, de Canadese.